Inge, het is maandag, dus we gaan het dan over de diertjes hebben. Maar vandaag gaan we het over jou hebben vooral, hè? Ja, over mijn boek toch? Over je boek, ja. Maar inderdaad, je hebt een boek geschreven, Uit het leven. 10 jaar dieren, gedragstherapeuten. Ja. Ze waren al onder het weetjes gezellig aan het keuvelen, want je hebt ook een hond, geloof ik, hè? Ja, zeker. Een Jack Russelltje. Ik heb er een foto van gevonden. Op je Facebook staat een foto van jou met je hond. Ja. Op een, kijk hier, we zien hier. Oh, super. Het is mijn tweede lievelingsras. De eerste lievelingsras zijn Amerikaanse Staffords, tweede lievelingsras Jack Russell. Ja. Ik probeer mijn man te overtuigen om een tweede Jack Russell bij te... Allee, ik bedoel, de tweede hond slash Jack Russell. Is het een braaf hond? Luistert hij naar jou? Super braaf. Ja. Ze heeft wel een karaktertje natuurlijk. Ze is licht dominant, maar... Maar thuis is dat echt... Dus is toch niet naar 50 reis of zo gaan kijken? Nee. Maar dat is echt onze baby. Hè. Als wij daar s'avonds mee in de zetel liggen, echt liggen, dan is dat volledige overgave en zalig in huis. Fantastisch. Ja. Zeg, je hebt een boek geschreven. Waarom eigenlijk? Ja, het is ondertussen mijn zesde boek. Zesde boek Nederlands, want ondertussen zijn mijn boeken vertaald in het Engels, in het Portugees, in het Italiaans. Het komt in het Frans en het Spaans ook nog. Fantastisch. Maar dit is mijn zesde Nederlandstalige boek. En op den duur, je hebt al een x-aantal jaren ervaring en je wilt dat gewoon graag delen, weet je. Ja. Je wilt graag vertellen. Het is niet zo'n veel voorkomende job, dus mensen willen graag weten wat de job inhoudt, wat je leven eigenlijk inhoudt. Ja, maar het gaat nu eigenlijk over jezelf, over je eigen leven, wat je gedaan hebt de voorbije 10 jaar eigenlijk. Hè. Is er veel veranderd op 10 jaar geleden? Heel veel. Eigenlijk 10 jaar geleden waren echt pionierswerk aan het doen. En iedereen dacht van, ja, je gaat met je hond naar de therapeut, gaat die dan op de sofa liggen en voilà, en iedereen had er zo'n heel raar beeld 10 jaar over. Geleden, als je zei, ik ga naar een gedragstherapeut, dan zeiden mensen van, iedereen van, ben jij een beetje gek? Dus nee. En nu ondertussen zijn heel veel hondenscholen, heel veel gedragstherapeuten. Het is eigenlijk een bekender beroep geworden. Helaas nog geen erkend beroep, maar wel een bekender beroep. Ja, zou je dat willen, dat erkend is? Absoluut. Ja, en waarom zou dat verschil maken? Omdat heel veel mensen nu die een hart voor dieren hebben, misschien zeggen van ik ben diergedragstherapeut, omdat ze effectief wel mensen willen helpen, maar ze dikwijls veel meer schade aanrichten en goed, omdat ze er echt niet voor gestudeerd hebben. En het is toch wel een bepaalde wetenschap. Dieren bestuderen is een bepaalde wetenschap, net zoals wiskunde, niet zo exact. Maar toch wel een wetenschap op zich. Ja. Een uitspraak is, je traint dieren en coacht mensen. Ja. Dat vind ik mooi. Ja. Ja, want er hangt altijd een baasje aan. Hè. De allereerste keer, zoveel jaar geleden, want ondertussen ben ik al meer dan 10 jaar bezig. Ja. Maar toen dacht ik van, ik ben het beu al die mensen. Ik kwam met de sales en management. Ik ben het beu al die mensen. En ik wil graag met dieren werken. Want ik kom met de boerderij en ik wil graag door mijn roots dieren werken. Okay. En dan komt daar toch wel een mens met, alleen mijn hond met zijn mens. Weet je wel? En dan dacht ik, oh my god, hoe moet ik terug met mensen werken? En nu heb ik daar eigenlijk, dat is een mooie uitdaging. Mensen coachen, dieren trainen. Was het altijd de mens en het dier? Of wat moet je krijgt matchen? Mismatching, zoals ze dat dan zeggen. Mismatching, mijn tongval. Ik heb heel de tijd deze weekend Engels gesproken met mijn Braziliaanse vriendin en ik moet helemaal omschakelen nu. Je krijgt dus echt wel rare combinaties. En dat is een van de uitdagingen. Als er geen goede match is, dan krijg je gedragsproblemen. En hoe moet je aan de mensen wijsmaken dat ze eigenlijk het verkeerde dier hebben heel vaak? Of soms in dat geval? Helaas merken mensen dat al dikwijls zelf en brengen ze het dier dikwijls al naar het asiel omwille van het feit dat ze denken het is te groot geworden, ik had dat niet verwacht, het heeft een andere kleur. Allee, dat vind ik allemaal van die rare redenen. Mm-hmm. Maar als je echt mensen zegt die zeggen van kijk, het klopt niet jullie verhaal, maar we kunnen jullie wel met elkaar terug laten omgaan. En mensen staan er wel voor open, dus dat is wel leuk. Nog zo'n uitspraak is, werken met dieren is met een lach en een traan. Mm-hmm. Wat bedoel je daarmee? Iedereen denkt dat werken met dieren heel leuk is, omdat mensen graag diertjes zien. Het is zogezegd een soft sector, weet je. Maar eigenlijk niet, het is een heel harde wereld. En het is een beetje als politiek. De ene gedragstherapeut heeft een heel andere mening dan de andere gedragstherapeut. En het enige waar ze over eens zijn, is over hoe slecht de derde gedragstherapeut is. Dus het is een beetje, het is een beetje ego-wereld, moet ik heel eerlijk zijn. In de televisiewereld zeggen ze nooit werken met kinderen, met dieren en met zeilboten. Dat laatste is me nooit duidelijk geweest. Want met dieren, het blijft onvoorspelbaar. Je hebt een hond, hij mag zo lief zijn, maar ze blijven onvoorspelbaar heel vaak, hè? Huh? Maar dat is een van mijn kerntaken om te gaan inschatten. Om echt te weten van binnen een paar seconden van hoe gaat die hond reageren. Verleden weekend hebben we nog testen in het asiel gedaan met mijn cursisten. Mm-hmm. En dan kan ik gewoon langs de hokken zeggen en kijk uit voor dat. En zij vinden dat dan heel super om te zeggen hoe kan je dat weten op een paar seconden. Maar dat is natuurlijk gewoon mijn job. Ja. Als je een huis bouwt, als ik
en mijn man die zit in de aannemerij. En als hij een huis in elkaar wil steken, dan denk ik van, hoe kan je dat weten? Maar dat is gewoon ervaring, jobkennis. Body language, ja. Jij kijkt anders naar dieren dan dat wij dat doen eigenlijk. Ja, heel, toch wel een stukje objectief, want alle subjectiviteit, hoe graag ik bijvoorbeeld ook Jack Russells zie, ja, er zit misschien toch wel een Jack Russell bij die misschien ook zou kunnen bijten. Ja. En dan mag ik mezelf niet laten verleiden door het ras of het leuke snoetje of zo. Maar het is niet dat je een standaardprogramma hebt dat werkt voor alle dieren. Nee, nooit. Ja. Niks is standaard. Absoluut niet. Geen mensenstandaard, geen dierenstandaard. Ja. Je hebt het in je boek ook over broodvak onder andere. Ja, dat blijft nog steeds een feit. Verschrikkelijk, hè. We hebben echt... Ik snap dat niet hoe dat zo'n enorm ontwikkeld land als België toch nog dieren importeert op 2 weken tijd, dan probeert te verkopen voor redelijk wat geld. Die dieren die hebben heel wat problemen later, gezondheidsproblemen, gedragsproblemen. En wij houden die vraag eigenlijk in stand doordat wij kopen die dieren dikwijls uit compassie, medelijden, kopen wij die dieren. Maar zo houden we de vraag in stand en dat is spijtig. Mensen zouden, ik zeg altijd één gouden regel, als je de moeder niet ziet, koop de hond niet. Ja. Oh. En dan heb je een waarschijnlijk broodfok. Ja. Alle gevolgen. Je hebt ook over rassendiscriminatie. Ja. Dat van vreemd. Ja, nog steeds de Rottweilers, de Amerikaanse Staffords. Ja. We hebben heel veel, nog steeds alleen mensen die zeggen van oei, dat is een gevaarlijke hond. Ja. En dat zijn gewoon leuke honden allemaal. Ik heb overlaatst nog wat een bijtincident met Rottweiler. Werd direct in beslag genomen, kreeg geen kans meer, ging afgemaakt worden. We hebben dan een gedragstest gedaan. Bleek dat hij eigenlijk vanuit angst had gebeten, wat dat elk dier wel eens kan overkomen. Wij zouden ook kunnen slaan vanuit angst. Ik heb die ondertussen vrijgesproken, kreeg eens terug bij die mensen. Super lief. Echt super. Maar is het wel niet zo dat bijvoorbeeld met grote rassen heb je toch altijd wel net iets meer risico, omdat dat sterke dieren zijn, dat die toch nog net iets beter opgevolgd moeten worden? Een beet is waarschijnlijk harder, maar ik moet eerlijk zijn, ik ben overlaatst gebeten door een kleine, hoe noemen we het? Chichu. Dus ik had echt zoiets van, ik moest dus, ik keek een beetje raar en die hing ineens... Die bijten, die hebben ook echt tanden, in één keer sprong die op en die hing in mijn knie. En ik was gewoon te verbaasd om te reageren. Dit had ik echt gewoon niet zien aankomen zelfs. Ja. Zo'n klein ding, eigenlijk. Zelfs na 10 jaar kunnen de dieren jou nog verrassen. Absoluut. Dat is goed. Je bent ook een beetje een wereldburger en vooral ontdekker geworden in de wereld. Want ja, je zei het, je bent nu net weer terug. Van, waarom doe je dat eigenlijk? Ik hou enorm van reizen en vroeger wou ik reporter worden en dierenarts. Maar dierenarts kon ik niet omwille van dat ik niet tegen bloed kon. Dus dat was heel simpel. Geen bloed en geen spuiten. En reporter, blijkbaar waren mijn talen niet goed genoeg. Het schoolse talen waren niet goed genoeg. En nu doe ik eigenlijk beide, want ik zorg voor dieren en ik toch ben toch op reis. En ik probeer, het is gewoon leuk om met allerlei diersoorten te werken. En dan ga ik bij de tijgers daar, in India bij de tijgers bijvoorbeeld, in Brazilië met de apen werken. Dat is gewoon leuk. Ik zou mijn moeder mee moeten meesturen. Die steunt zowat elke dierenrechtenorganisatie die in de garage deze winter had die een hele stok van allemaal hondenjasjes voor te schenken als een organisatie die dan in Polen of wat is het daar ook allemaal honden gaan redden. Ja. Ja, die zouden echt actief op meegaan. Maar we vinden elkaar op Facebook. Ja, sowieso. Je bent heel vaak onze gast, maar je zit inderdaad op heel veel plaatsen in de wereld. Hoe komen die mensen bij jou dan terecht om de apen te gaan helpen? Ik heb geen idee. Op den duur is blijkbaar mijn naam wijd en zijt bekend. Ja. En ik vind dat gewoon fantastisch. En ik zeg het, ik reis graag en ik vind al die dingen gewoon heel boeiend. En dan op den duur, als je al in verschillende talen, de websites, Animal Reflections, ook in verschillende talen, en mensen vinden mij gewoon, en ik vind mensen, en je leert die mensen kennen, en dat gaat dan weer verder. Mond-aan-mond reclame, Rudy, gaat heel snel. Zo gaat dat even een en ander. Even de hoes kijken, inzoomen, want er zijn 2 honden op de hoes, en die staan hier toevallig op. Nee. Dat is Raiko, je hond die heel vaak hier te gast geweest en helaas overleden is. Wanneer is hoe lang is het? In 2013, april 2013. En Bijo? Bijo, ja. De nieuwe hond. Eigenlijk, dat is kus in Portugees en het is niet zo heel simpel om die klank uit te spreken. Beijo. Beijo. Beijo, ja. Zo, de O. Ja. In de N. Ja, wat rouwverwerking is ook een belangrijk onderdeel, hè? Ik heb toen het boek is eigenlijk geschreven grotendeels in 2013, toen dat we 2012, 2013, totdat we 10 jaar bestonden. Maar dan is
onze Raiko is overleden en dan heeft het een extra hoofdstuk gekregen, ja, met zijn overlijden rond rouwverwerking bij dieren. Omdat dat, ja, ik heb toen echt wel tijd genomen om dat te verwerken, dat was, ja, voor mij enorm. Ja. En dan iets daarna, een aantal maanden daarna, heb ik dan bij Joe leren kennen. Allee, in het asiel geadopteerd, is hij in mijn leven gekomen en is er terug een nieuwe start begonnen. Dus het boek heeft eigenlijk twee eindes gekregen. Allee, drie eindes. Eerst gewoon 10 jaar, toen het overlijden van Raiko en toen het begin van Bijju. Dus ja, het, okay, het is een heel bijzonder boek. Waar kunnen mensen het eigenlijk kopen? Ze kunnen het op online bij bol.com, bij lulu.com, maar vooral ook op de website gewoon toscansover.be. Ja, daar kun je het vinden. Okay. Ja. Heel mooi boek uit het leven van onze eigen Inge. Heel fijn dat je hier was. Heel veel bedankt. Janieke, ook heel veel succes. Dank je wel. Ja, het is misschien de laatste keer dat we jou hier hebben, want volgende keer kom je misschien in Engeland tegen Brazilië of zo? Of, dat zou leuk zijn. Hè? Ja, voilà. Dat zou kunnen we misschien samen gaan. Oké, okay, wij zijn er morgen uiteraard.